Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Goed om te horen, want laten we eerlijk zijn, het is een lastige tijd. Er heerst een pandemie en ik ben ook weer ziek. Tenminste, ik weet niet of ik corona heb hoor, ik moet nog een testje doen, maar een beetje verkoud, een beetje grieperig denk ik. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door het vieze, vuile, smerige, pestpleurig, teuring bier. Want laten we wel wezen, het is buiten niet zo lekker. Maar dat is de vraag niet. De vraag is, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons achtmetje opgestuurd? Laten wij nu maar gaan kijken. Hatsee. Ik doe net of ik vrolijk ben, maar ik kan wel janken. En ik kan nu nog meer janken. Want dit zijn van die potjes waar je water bij moet gooien. En dan kan je die opeten. Dat is gemaakt voor mensen zonder tijd en smaak. Dit is dan van Unox. Ik heb ze al gehad met van die Chinese meuk erin. Hoe heet het? Van die... Hoe heet het nou? Noedels. Ook dat je denkt, ja. En toen hebben ze op een gegeven moment gedacht... Als we dus noedels kunnen opwarmen met eenden en kreeftsmaak... Dan kunnen we net zo goed ook pasta maken... Nou, ik zal je vertellen, dat kan dus niet, want dat is meestal niet te bikken. Heel lang geleden al een keer een reviewtje over gemaakt over een onbekend merk. Maar we hebben hier dus Unox. Unox is daar dus zich ook aan gaan wagen, aan die onzin. Unox is bekend van de rookworst. Altijd daarbij gehouden. Maar goed, dat heeft Unox dus niet gedaan. Dus we hebben hier drie potten met pasta. Allereerst carbonara. Carbonara, dat is een hele moeilijke pasta om te maken. Dat kunnen mensen normaal niet eens in een pan thuis. Dus laat staan dat je dat na kan maken in het bakje. Wat is carbonara? Dat is namelijk een eiermengsel met kaas. Dan krijg je een gladde saus. Zit spek bij. En dat is heel erg lekker. Punt is alleen, als je niet kan koken, is het gewoon scrambled eggs met pasta. En dat is niet te vreten. Dan laten mensen laten dat, dus die eiersaus, zeg maar, de gladde eiersaus, laten ze helemaal stollen. Ja, dat is niet te vreten. Dus hoe ze dat na kunnen maken in zo'n bakje, I don't know. Dan hebben we hier de pasta bolognese, oftewel rode saus, zoals we het thuis noemen. Hartstikke lekker als je die vers maakt. En dit is pasta romige kaassaus. Nou, je kan het bakje al klaar neerzetten voor me, want romige kaassaus is meestal niet te nakken. Zeker niet uit zijn potje. Het begint lekker positief, maar ik ben ook een beetje grieperig, dus dan krijg je dat gezeur. Ik ga eens eventjes een karretje water opzetten. Ja, ik heb geïnvesteerd. Ik heb tegenwoordig een waterkoker. Niet zo heel lang geleden moest ik dat dus doen met pannetjes. En dat was verschrikkelijk. Geef ik je toe. Maar ja, de weg is naar boven. En we gaan alleen maar naar boven. Dus van een pannetje gekookt water zitten we nu bij een waterkoker. Mooi. Nou, hoe werkt het? Staat er nog ergens hoe het werkt? Open de helft van het deksel, en giet de kokende water tot de stippellijn erin. Afsluiten en dan roer vijf minuten laten staan. Zo ziet het eruit dus voordat er water in zit. Ik laat het jullie toch even zien. Want als het goed is, hebben we straks een grote verandering. Hier heeft iemand heel erg fel spaghetti door de midden zitten krakken. Gewoon doen. Even kijken. Hatsi, vatsi. De romige kaassaus. Ik moet eerlijk zijn. Ik moet nu nog huilen van het idee. En de pasta carbonara. Wat onmogelijk is om in zo'n bakje te maken. Maar we doen het maar. Even een beetje doorroeren, want anders krijgen we harde stukjes en klontjes. Daar houdt oma Jan niet van. Flatsie. Ik vraag me ook af, hè. Normaal moet je bijvoorbeeld zo'n pastaatje, moet je 10 minuten koken. In kokend water. Nu doe je er warm water op. En in 5 minuten is hij gaar. Wat gaat er mis? Of juist, wat gaat er anders? Ik begrijp het niet. Een dekseltje erop. Zo. Nou, dan moeten we 5 minuten wat leuks doen. Ik ga wel even een paar spientjes nemen dan. Nou, we zijn er 6 minuten later. 1 minuut later dan moet. Maar dat doe ik expres, omdat ik precies weet hoe het gaat. Dus ik ongare pasta te eten, daar vind ik niks aan. Nou, eens even kijken, wat is er gebeurd?
Hier is de pasta bolognese. Die is inderdaad gewoon dik geworden. En nou, het ziet zo dikker uit, lijkt wel hondenvoer. Dan hebben we hier de romige kaassaus. Is ook helemaal dik. En hier heb je de pasta carbonara. Wat daar is gebeurd, mag Jezus weten. Maar goed, het is inderdaad wel dikker geworden. Moet ik eerlijk toegeven, maar ook wel een beetje nattig hoor. Maar ja, ik begin niet bij de bolognese, want dat is flauw. Ik begin bij, oh, mijn keel, bij de romige kaassaus. En wat vind ik nu in de romige kaassaus? Een stronkje broccoli. Kijk, hier is gewoon broccoli in. Oh, dat is lekker. Die broccoli is niet om te nakken werkelijk. Getverdemme. Hier zit ook allemaal broccoli bij. Ha. De broccoli geeft een vieze smaak. Ik ben niet vies van broccoli. Ik vind broccoli lekker. En, tip van Jan, broccoli is een van de meest gezonde groenten die we hebben in Nederland. Dus als je denkt, godverju, ik heb geen trek in groenten. Neem een paar stronken broccoli, dan ben je klaar voor die dag. De pasta, dus zeg maar het pasta gedeelte, is slap geworden. Slapper dan dat je het, zeg maar, 10 minuten kookt. Dus deze dingen zijn nou eigenlijk gaar. En dan worden ze alleen maar opgewarmd door het warme water wat je erbij gooit. De romige kaassaus is niet romig. Smaakt eigenlijk naar niks. Ja, een beetje zout. En de broccoli proeft verre van lekker aan. Het is een beetje een hele vieze oude snot waar je op zit te kauwen. Met zo'n bittere broccoli smaak. Waarom doe je dat dan? Je gooit er dan geen broccoli in. Dan heb je er nog ook, dan heb je nog steeds niks over hoor. Dan heb je nog steeds een beetje pasta met ja, niet romige, niet smaakvolle kaassaus. Maar de broccoli maakt het smerig. Nou, dus het eerste potje hebben we gehad en het was niks. Tweede potje, carbonara. Dat kan niet. Ja, dat kan niet. Op deze manier kan je geen carbonara maken. Onmogelijk. Hier is het wel dik geworden. De saus. Of ik denk dat ze dat romig noemen. De carbonara. Overigens is de pasta hier wel beter van. Het is niet helemaal snot. Deze carbonara smaakt niet naar carbonara, maar is niet vies. Waar deze romige kaassaus smerig was, is deze carbonara niet vies. Ik weet ook niet wat het wel is. Het is eigenlijk volgens mij dezelfde romige kaas, dus daar maar iets lekkerder. En in carbonara hoort spekjes. Die hebben ze hier niet ingedaan. Maar ze hebben hier een soort, ik denk, bieslook bij gemieterd. Wat nergens over gaat. Maar deze is niet vies. Is ook niet lekker. Is ook geen carbonara. Dus eigenlijk slaat het gewoon nergens op. Hoppende flapperde flapperiflee. Naar nummer 3, de pasta bolognese. En wat is er lekker aan de saus uit Bologna? Alles! Er zit gehakt in, zit tomaatjes in. Minder echt, er zit ook nog een beetje spekkerstoel in. Dit kan niet misgaan. En dit gaat. Nou, eigenlijk gaat dit ook niet mis. De bolognese smaak is ja, niet natuurlijk helemaal super, maar zeker niet vies. Je proeft gehakt, er zit gehakt in. De pasta is prima, is niet snot gekookt. Ik vind dit voor zo'n bakkie eigenlijk prima te doen. Ja, ik mis natuurlijk echt de authentieke smaken. Ik mis natuurlijk ook een hand parmezaan. Maar dit is niet slecht. Ik vind hem net even te zuur. Voor mij mag het iets meer naar de zoetigheid. Maar lang niet slecht.
Drie bakjes instant pasta van de Unox. Smerig. Nee, prima. Dat was het een beetje. Dus het is tijd voor de cijfertjes. De Unox noedels in een bakje romige kaassaus is niet to nothing. En dat komt omdat die mafketels daar broccoli in hebben gegooid. Broccoli kook je een minuut of anderhalf. Dat die nog hard is en dan is die lekker. Alles wat daarna komt, wordt die smerig. En wat zij ermee hebben gedaan, dat mag echt Jezus weten, want het is niet te nakken. De romige kaassaus is niet romig. Smaakt niet naar kaas, is sowieso smakeloos. Dit product krijgt van mij een 3. Waardeloos. De carbonara heeft niets, maar dan ook niets met carbonara te maken. Het is niet een eiersaus. Er zit geen smaak van parmezaan in. De spekken ontbreken volledig. Terwijl, ik zie nu wel op het potje hier spekjes opstaan. Nou, die ben ik niet tegengekomen hoor, in het potje. Wat ze wel hebben gedaan, is er bieslook bij gemieterd. Maar hij is wel prima te eten. Hij krijgt een 5, omdat hij iets zegt te zijn wat hij niet is. Maar het is niet vies. De bolognese is niet vies. Is niet vies. Super lekker ook niet. Maar hij doet gewoon wat hij moet doen. Dit kan je gewoon eten als je honger hebt, zonder te denken, god, wat ben ik nou voor een armoegat gevallen. Hij is oké. De tomatensaus is iets te zuurig. Maar de pasta is goed. Sausje is prima. Zit gehakt in. Is gewoon prima te doen. Als je echt honger hebt en je hebt er zin in, moet je deze gewoon kopen. De Bolognese Unix Good Pasta. Krijg van mij gewoon een 6. Ja, het is ook geen 7 waard. Nou, prima toch. In is het ding. Nou, ik hoop dat ik binnenkort me iets beter voel. Hè? Nou, ja.